Hallo iedereen, op deze regenachtige woensdag. Regenachtig en grijs. Zo begint deze woensdag. En voor mij tweede werkdag in het rusthuis. Nu is het 7:55. Dus normaal gezien die bus van 8:03, die ga ik halen. Maar ja, het is persvakantie, dus als die bus niet komt, dan zal het wachten zijn op de volgende. Het is dus regenachtig en grijs. Ik heb mijn kap daarom op. Mijn fiets, die staat hier weer geparkeerd. Mijn fiets dus. Regenachtig en grijs, maar het valt eigenlijk wel mee, want als het echt te hard had geregend, dan had ik papa wel gevraagd om mij te brengen en dan had ik te voet naar huis moeten teruggaan. Maar dat is dus niet het geval, want ik kon er doorheen fietsen. Al was het al fietsend niet zo, zo leuk om doorheen te fietsen. Omdat ja, die regen en die wind en zo. Dus dikke pluim aan alle fietsers die vandaag door het regenweer moeten gaan. De postbode bijvoorbeeld, die hier nu langs komt en door dit regenweer, door weer en wind moet gaan om je postpakketjes toch maar te brengen naar waar die naartoe moeten. Het is ook door weer en wind dat ik vandaag met veel plezier ga om de bewoners van het derde verdiep afdeling Lucas, waar ik werk in het rusthuis Sint Elisabeth op de Demerstraat in Hasselt, dat ik dus met plezier naar daar ga door weer en wind om aan die bewoners service te geven met een grote S, zodat zij kunnen genieten met een grote G. YouTube, dus zoals je ziet, die bus van 8:03 ga ik vandaag wel halen. Niet zoals gisteren, dat ik hier heb moeten staan wachten op de volgende. Einde vlog, peace out, mic drop.